beep, 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 beep. Vlaanderenbrug, Almelo. Vlaanderenbrug, Enschede, Hengelo, Borne, Zenderen, Almelo. Deel 1 van 2 delen. Deel 1, Vlaanderenbrug, Enschede, Hengelo. Pressure four-wheel drive. Ja, ik kan me vergissen, volgens mij is het geen four-wheel drive. Over 600 meter, sla rechts af. Ja, kom op. Sla rechtsaf richting de Gronauwse straat en sla linksaf naar de Gronauwse straat. Ik rij op de Gronauwse straat. Ik ga rechtdoor, ik blijf op de Gronauwse straat. Maar toch zegt mijn navigatie, ga rechtsaf, ga linksaf. Ik snap het niet. Echt niet. Oh, sorry. Ik kan niet eens door de achteruitspiegel kijken, jongen. Gewoon helemaal dicht. Goed werk, jongens. Hoi. Over 300 meter, flauwe bocht naar rechts om op de Gronauwse straat te blijven. Wat is hier aan de hand? Ladderwagen? Nee, een kraan. Fietssuggesties volgen. Het is geen fietspad wat hier naast ligt. Sla rechtsaf naar de Oldenzaalse straat. Nu wordt het in ons gezegd. Waarom gebruikt u uw knipperlicht niet, meneer? Of doet u het niet? Zit het er wel op? Hoppa, rechts, links zelfs zonder knipperlicht. Tuurlijk, gast naast mij met de telefoon aan het spelen. Maar ja, het mag hè, als je stilstaat. Man, je rijdt op fietspad. Nee, Wim, het is een fietssuggestiestrook. Ze mag er rijden, maar ze mag je niet blokkeren. Dat is wat anders. Kijk, ik hoor je hier rustig, want ik verwacht hier verkeerd te doen. Maar nu even niet.
Ja, het is een fietssuggestiestrook. Ik mag hier rijden. Er staat weer eentje op een kruis geparkeerd, zodat die andere er niet uit kan. Kom op, mensen. Rijden. Nou, kom maar op. We hebben genoeg stilgestaan. Kijk, nou kan ik mijn plekje niet in afgeven. Want er staat zo'n lange rij, dan kom ik er nooit meer tussen voor dat ik gescheiden fietspad krijg. Gescheiden, dus dat is fietspad. Dat ga ik nooit niet redden, niet. Kom op, rijden. Kom op, rijden! Ik ben er nog door zo, hij kneurde nog een keer bij de stopweg staan. Mooi niet. Oké, 40. Dit is wat ik mag. Ah, dat mag ik niet. Hier staat die flitspaal. Het is een rijbaan. Auto's mogen hier 50. Ik mag hier 40. Ik ben hier geflitst. Ik ben met een bumpertrailer, een vrouw, die met van alles en nog wat bezig was op de bijrijdersstoel, met haar telefoon, met van alles en nog wat. En ik krijg een boete omdat ik 49 rijd en zij blijft bumpertrailer. Maar als je, zoals je zo meteen ziet, ik moet er zo af. Ik moet hier afremmen op de rijbaan waar je niet kunt inhalen, bijna niet kan passeren. En daar heb ik een boete voor gekregen. 66 euro, 9 kilometer te hard. Terwijl de auto's nog steeds een kilometer hadden mogen, dus kunnen blijven bumper kleven. Oh. Moest je hier vanaf? Ja, lekker door de sneeuw zeker, of niet? Doei! Dan ben je eentje eerder. Hengeloze straat. Hé, ik zit al op de Hengeloze straat. Dus ik moet gewoon bij de stoplicht rechtdoor. Nou weet ik dat, omdat ik bekend ben. Stel je bent hier onbekend, dan ga je linksaf en dan. Ga je tegen het verkeer meteen rechtsaf op het fietspad? Nou, lekker door het rood in knallen, tuurlijk. Steek je hand uit dan! Nou, let op, dan moet ik zo meteen de rijbaan af. De rijbaan op, fiets vanaf de rijbaan op. Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Ja, nee, kijk maar. Ik ga er hier niet af, ik ga er wel bij de stoplichten eraf. Niet het fietspad op. Nou, kom op rijden, we hebben groen. Er rijdt er eentje met zijn mislamp aan. Wil je mislamp uit, lul? Nou, merk het al. Deze keer groen zit er ook niet in. Dus sta ik nog een keertje bij de verkeerslichten. Nee, ik duik het fietspad op. En nu opletten. Wil je weten hoe dit afloopt?
Kijk dan ook naar de volgende aflevering van Hotspot on Tour op de Apriljaar Classic 50 uit 1992.